is een gesprek met Omniworld. Intussen Fortuna. Want ja, echt krachtig is het niet wat Brian Linssen daar laat zien. Maar er is wel een hoekschop voor de bezoekende club. Linssen zelf met die hoekschop en dan is daar geen. Anders speelt eigenlijk pas een paar maanden in de hoofdmacht van Fortuna, Brian Linssen, en vertrekt ook weer. Maar heb je nog eens over nagedacht om te denken van ik wacht nog heel even, nu Fortuna toch nog weer een strohalm heeft om aan vast te grijpen. Ik wacht nog met tekenen bij een andere club. Ja, maar wat is heel even? We hebben gisteren te horen gekregen op onze bijeenkomst dat het misschien nog wel eens 2,5 tot 3 weken kan gaan duren. En als ik zo lang ga wachten, dan heeft de NV misschien daar weer een nieuwe speler gevonden. Ja, dan zit ik dan, als dan Fortuna niet doorgaat, zit ik dan met de gebakken peren. Ja, Roberto, is dat een begrijpelijke keuze voor een jonge voetballer? NV komt dan met een 3-jaar contract, dan kan ik me voorstellen dat je voor een beslissing neemt. Ja. Ik denk als de mogelijkheid er is dat Brian bij Fortuna zitten blijft, moet hij dat zeer zeker doen. Maar ik kan heel goed begrijpen dat hij eieren voor zijn geld kiest. Ja. En dan wel de aasvijand, hè, zo we toch een beetje gezien, NVV in Fortuna. Ik kan me voorstellen bij de fans dat het pijn doet. Maar de meeste reactie begrijpt toch wel dat de fans het ook al begrijpen. Hè, dat jij, ja, maar wie is eigenlijk geen aasvijand nu in Limburg? VVV, ja, dan hebben ze nu minder, een beetje nu minder. Maar dat was eerst zo. Ik heb ook wedstrijden meegemaakt dat de sports tegen elkaar bezig waren toen ik nog jonger was. Toen ik naar mijn broer ging kijken bij VVV. En Roda, als ik daar naartoe zou gaan, was het ook niet goed. Als ik naar MVV zou gaan, is het ook niet goed. Nou, zou ik naar VVV gaan, was het misschien beter. Maar de kans dat ik daar aan speler toe kom, die is enorm klein. En je moest dan Helmersport, hè? Dat is een goede constructie. Waarom dan Helmersport uitrekenen? Is dat met de Mario Kapitein of zo? Ja, Mario Kapitein zit daartussen. En dat is makkelijk om dan verhuurd te worden naar Helmersport. Maar Helmersport ten opzichte van MVV. Nou, MVV is gewoon Heeft meer en is naar mijn mening nog een klasse beter als Helmersport. Dus, want de clubs die je noemde, want ook VVV en Roda hadden interesse. Je kiest dan ook voor MVV omdat je daar wat meer zekerheid krijgt dat je daar kunt gaan spelen? Ja, heeft Chapa je dat beloofd? Nou, wat is beloven? Als hij zegt van je gaat spelen en dit, dan gaat er bij mij ook een belletje rinkelen. Van ja, hij zegt dat om mij erbij te hebben. Maar hij heeft gezegd van nou, wil je als eerste keus. Maar of je dat blijft, dan moet je zelf voor trainen. En stel ik ga nu naar de amateurs, dan moet ik ook zelf voor mijn basisplaats trainen. Dus dat is overal. Ik denk dat MV zich echt aan handjes wrijft hoor. Want alle Limburgse clubs wilden hem graag hebben. Ja. En goed, hij is nog heel jong. Maar als je ziet wat hij heeft laten zien afgelopen in een elftal. Toch heel veel klap heeft gehad. En daar toch denk ik toch wel dat MV daar echt een hele leuke speler aan heeft. Ja. Ondanks al die ellende was het wel het jaar van jouw doorbraak. Want 3 maanden geleden, misschien de beste kenners daar gelaten, had er nooit iemand van jou gehoord. Hoe kan het dat jij dan opstaat in die tijd? Ja, ik heb mijn kans gekregen en ik heb bij mezelf gedacht van ik heb hier mijn hele jeugd en nog steeds voor getraind om dit moment om hier te kunnen staan op dit moment. En dan moet je eigenlijk alles van je afzetten en dan moet je gewoon voetballen. Laten we even kijken naar die enorme tempoversnelling een beetje van de carrière van Brian Linssen. Ik zie gewoon die bal ligt perfect en ik neem die in één keer de binnenkant vreef, neem ik op mijn voet en hij verdwijnt gewoon prachtig in een netje. Korte tijd maakte die carrière bij Fortuna Sittard, althans voor het grote publiek. En nu zondag zal je afscheid nemen van het grote publiek, althans in het groen-geel. Met welk gevoel ga je afscheid nemen?
Met een goed gevoel. Weet je al wie jouw directe tegenstander wordt aanstaande zondag? Ja, volgens mij Mark van Bommel. Ja. Ik kan een beetje Limburg zou horen met hem. Ook van buiten doet mee. En Olondo hier. De vaste rechtsbuiten van Fortuna. Eerste kans is er voor Brian Linssen. En dat willen ze weten. Fortuna dat nog altijd. Van Bommel de nummer 1 vindt. Dit is de nummer 7. Brian Linssen. Die gaan we zeker niet meer zien. Want die gaat naar MVV. Komt dus hooguit nog één keer per seizoen in Sittard. Brian Linssen, welkom bij MVV. Stel jezelf eens even voor. Ik ben Brian Linssen, ik ben 18 jaar. Ik kom nu over van Fortuna Sittard. Ik heb een half seizoen in het eerste gespeeld. 4 keer gescoord op 14 wedstrijden. En nu ben ik heel blij met MVV. Je zei het zelf al en je hebt de statistieken goed in je hoofd zitten, hoor ik. Je komt van Fortuna Sittard af. Je speelde je na de winterstop in de basis bij Fortuna. En nu meteen de stap van MVV. Is dat niet al gelijk een grote stap voor jou? Ja, dat is wel een stapje hoger, maar ik denk zelf voor mij nog niet te hoog. Dus ik zat wel in dat ik het niveau van MVV aan zou kunnen. Dat heb je wel denk ik gezien in de wedstrijd tegen MVV bij Fortuna. Klopt inderdaad, speelde je een goede pot, weet ik nog. Wat zijn je persoonlijke ambities bij MVV? Ik wil gewoon hier in de basis spelen en dan hier mijn contract uitdienen en dan hopelijk naar een Eredivisieclub en dan verder kijken. Waarom is het eigenlijk MVV geworden en niet andere clubs? Want ik heb vernomen dat er ook nog andere, ook met name Limburgse clubs, voor jou in beeld waren. Ja, dat klopt. Roda en VVV. En Van Zwolle was ook interesse, maar niet echt concreet. En Roda ja, en VVV is toch een verhaal apart. Het is heel moeilijk om daar aan de basis te kunnen spelen, omdat je daar in de Eredivisie speelt. En op dat niveau heb ik dus nog helemaal geen ervaring. Ik moet me eigenlijk nog maar bewijzen, want ik heb pas een paar wedstrijden gespeeld hier in de Jupiler League. Dus laat me hier nog maar even doorgroeien. En dan kunnen we altijd, als ik echt goed ben, dan ben ik dat over 3 jaar misschien ook nog wel. En dan kunnen we dan zelf nog wel verder kijken. Wat denk je dat de MVV kan bereiken dit seizoen? Ik denk zeker bij de top 4. Met dit team wat we hebben, denk ik dat wel gaat lukken, ja. Dat is een mooie doelstelling dan. Ik wens je heel veel succes bij deze club en we spreken ons vaker. Dankjewel.